Hallo allemaal, welkom bij het videoverslag van de Healing Blokkades Gezondheid van 10 oktober 2019. We zijn echt met een enorm groot aantal deelnemers gestart, dus dankjewel dat ook jij je hebt opgegeven. Laat ik daarmee beginnen. En het is zo mooi om te zien hoe mijn groei van de afgelopen maanden als healer zich ook weer door heeft vertaald vandaag in het resultaat wat ik jullie kon brengen. Want wat heb ik vandaag mogen doen in deze healing? Naast de normale opbouw van de cirkel, ik laat je daarvan nu even een foto zien. Ja, kun je zien dat het mooi weer is met kristallen, met de kaarten erin, met bloemen. En de buitenkant werd dit keer gevormd door een crystal key set uit Brazilië. En die is vaak wat directer. Braziliaanse lemurische kristallen zijn direct. Die hebben geen oor voor jouw smoesjes of jouw excuses en dergelijke. En die gaan gewoon hup tot in de kern. En die zijn dus wel heel snel en recht door zee. En daardoor werden we ondersteund vandaag. Wat je ook kunt zien is dat er twee kristallen schedels in de cirkel staan. Binnenkort zal ik eens een video maken over kristallen schedels en hun kracht. Maar dat zijn hele liefdevolle helpers. En dit zijn twee hele speciale. De blauw-witte is de Maria Magdalena schedel. Zij heet Maria Magdalena. En ze werkt met de energie van Maria Magdalena. Ze is een van mijn begeleiders en helpers. Ze heeft me heel vaak informatie gegeven waardoor ik verder kan komen. En de andere is Raphaël, van aartsengel Raphaël, die groene. En staat dus inderdaad bij healing op gezondheidsvlak. Dus die mocht natuurlijk in deze healing absoluut niet ontbreken. En wat heb ik gedaan? De healing openen. Ik blijf het herhalen, jongens. Mijn krachten zijn zo aan het toenemen. Dus al bij het openen voel ik die nieuwe energie ontstaan. Ik mag enorm werken met de violette licht, met violette energie. Maar dat gaat op zo'n andere, bijzondere manier. Dat is gewoon geweldig. En al direct, zodra ik me al sta, ik wil de healing doen, staat alles al als een huis. Dus ook die afscherming, die koepel waarin de healing veilig mag plaatsvinden. Die energie zet het helemaal af. En het bijzondere was dat ik daarna meteen ook moest gaan liggen bij de cirkel. Dus ik kan dat natuurlijk op de grond doen, maar ik heb daarnaast ook een bed staan. Dus ik ga liever op dat bed liggen, want dan lig je natuurlijk veel comfortabeler. Het gaat natuurlijk ook om goed zorgen voor jezelf, aardig hebben voor je details. Dus ik lag daarnaast en ik moest daarna doen alsof de koepel ieder van ons ging helpen in healen. Dus die violette energie. Daarvoor heb ik jullie lichtlichamen allemaal neergelegd in de healing cirkel. Technisch gezien past dat niet. Ik bedoel, zet maar eens 30 mensen in een cirkel hier. Terwijl dat is bij elkaar misschien net anderhalve meter bij anderhalve meter. Kan natuurlijk totaal niet met z'n 30 op een kluisje. Maar energetisch gezien moet je dat veel groter zien en wijdser zien. En is die ruimte absoluut om ons in de energie erin te zetten. Ieder van ons neer te leggen. En dan die healing te ontvangen. En wat heb ik dit keer gedaan met die violette energie? Heb ik jou als het ware gemasseerd. Gepulseerd met pulserend licht. Een stukje massering gegeven, maar ook een stukje healing. En allerlei energieën die verbonden waren aan gezondheidsblokkades. En dan niet zozeer in je gedrag, maar echt of in je denken, maar echt fysiek. Die zijn waar mogelijk weggepulseerd. En ik zeg waar mogelijk. Want mijn healingen zijn er altijd zo op gericht dat ze goed aftasten. Wat kan je aan? Waar sta je nu? Wat is jouw belastbaarheid? En wat is nog raadzaam om voor jou nu los te laten? Het is nooit de bedoeling dat een healing jou zodanig van je stuk gaat maken. Dat je niet meer weet wie je bent. Dat de nieuwe versie die daarna ontstaat zo onwennig is dat je er niet aan kan wennen. Dus het gaat binnen de mogelijkheden van dit moment. Maar er zijn dus echt dingen, stukken energie, stukjes delen ziekte,
krampen, pijnen, zieke cellen zijn weggemasseerd, zijn opgeruimd. Zijn gedaan, zover je het op dit moment aan kan. En aldoende kwam ik al gauw een angst tegen. Want ja, sommige van ons, ik bijvoorbeeld zelf, ben al ruim 20 jaar chronisch ziek. De ene ziekte is voor mij nu neutraal geworden, is alleen nog maar medicijnen innemen, is verder eigenlijk niks meer. Maar de andere, ja, dit heeft zo'n impact gehad op mijn leven, dat het best beangstigend kan zijn, stel nou dat die klacht die je hebt er niet meer is. Hoe zou dan je leven zijn? Ja, aan de ene kant geeft die klacht ook weer zijn voordelen. Heeft zijn dingen dat het met je meebrengt, dat je misschien juist tijd en aandacht hebt voor de kinderen, dat je vanuit huis kunt werken, zoals in mijn geval. Dat je veel thuis bent, dus dat je hele andere dingen kan doen met je tijd en je energie. Maar als je weer vitaal en gezond zou zijn, zouden hele nieuwe wegen voor je opgaan. Maar het kan ook de angst zijn dat het ten koste gaat van nog steeds je grenzen kunnen bewaken. Of dat je weer jezelf gaat overvragen. Of weet je, allemaal hele reële angsten die er kunnen zijn. Waardoor je misschien wel nu ziek bent geworden of minder vitaal bent geworden. En die dus dan weggeholpen moet worden. Er is dus ook gewerkt aan die angst. En ook daar kwam die violette energie aan toe te pas. Maar mocht ik dat ondersteunen met een speciale bol aan energie, die ik dan ook op die plekken heb laten, in jouzelf hebben laten vermengen. En dat is een nieuwe techniek die ik sinds kort kan en toepas en waar ik nog aan het ontdekken ben wat die allemaal kan, wat die voor jou kan betekenen. Maar in deze healing betekent dus dat ik bijvoorbeeld op de borst een blokkade had rondom angst, bij de buik zat een blokkade rondom angst. Dus als jij bij spanning en angst gauw kortademig wordt, of juist heel erg in je darmen gaat reageren of met eten gaat reageren, dan kun je op die vlakken verandering gaan merken en een gezondere patroon gaan merken. De stappen zijn in gang gezet en het is nu aan jou om daarna de vervolgacties te blijven doen. Dus een healing zet soms dingen in gang, geef je het eerste duwtje, het eerste zetje, haalt al stappen bij je weg. Maar daarna is het aan jou om de vervolgacties te blijven doen. Dus die angst was heel erg met haar aan gewerkt. Maar wat ik daarbij iedere keer moest uitspreken, ook met die energie. Waar liefde is, is geen ruimte voor angst. Waar liefde is, is geen ruimte voor angst. Dus als jij ergens op een moment in je angst zit, denk dan in dat jij de liefde in jou groter kan maken. Want hoe groter jij jouw energie van liefde op de moment maakt, angst kan daar niet in samen meegaan. Dus die verdwijnt dan naar de achtergrond. En doordat angst naar de achtergrond verdwijnt, kan jij in je actie stappen. Hele belangrijke dus om mee te nemen, ook na deze healing. En het violette licht waar ik mee werk is heel zacht. Is heel warm en heel liefdevol. Dus die liefde die er nodig was, kwam dus via dat pulserende violette licht dat naar binnen werd gebracht bij jou. En als gevolg daarvan ontstond ook gelijk meer rust en meer ontspanning. Dus het is wel heel mooi hoe dat werkt. Toen had ik dat gedeelte klaar, was daar al liggend met de gezondheidsblokkades. Dus jeetje, er is al zoveel gebeurd. Is echt al fysiek gewerkt. Dat had ik gezegd, dat gaan we niet doen. Maar het gebeurde dus toch. En dus dat is een verrassing. Dat is een enorm cadeau en een geschenk. Dat had ik gezegd, gaat er nog meer gebeuren? Wat mag ik nu nog meer doen? Of is dit al te veel? Of is dit al genoeg? En toen mocht ik ook daarna nog verder. En samen met mijn drum mocht ik werken aan jouw blokkades rondom gezondheid. Maar dan vooral vanuit buitenaf. Dat je door druk van buitenaf misschien die verbinding met jezelf kwijtraakt. En dit keer ging het juist heel erg om. Het maakt niet uit hoeveel druk van buitenaf erop je bent gelegd. Kom je nou mee? Haak je nou weer af? Oh, je kan dit zeker niet, hè? Maakt niet uit wat ze dan zeggen. Dat ondanks die druk om jou misschien te pushen iets te gaan doen wat buiten jouw grenzen ligt. Buiten jouw emotionele en fysieke belastbaarheidsgrenzen ligt. Dat je dan toch heel erg bij jezelf kan blijven. En daar gewoon heel liefdevol en stralend onder kan blijven. Het maakt niet uit hoeveel druk er naar je toe komt.
Na deze healing gaat het je lukken om al beter bij jezelf te blijven. En afhankelijk van jouw positie van groei, waar jij zit in jouw proces, gaat het je beter of in mindere mate lukken. Maar je kunt daarin die verschuiving zien. Je hoeft je daardoor niet mee te laten slepen. Die geluiden van buiten kunnen zijn, die doen er niet toe. Het gaat erom hoe jij erin staat. En als jij die liefde in jezelf maar groot genoeg weer maakt. En in jouw liefde voor jezelf zit. En in je kracht voor jezelf zit. En blijf voelen, wat is goed voor mij. Dan maakt die druk niet uit. En zul je er ook veel minder van gaan merken. Dat je er veel minder vatbaar voor gaat zijn. Dus in eerste instantie werd er gewerkt aan die druk die soms vanuit buiten, vanuit je omgeving kan komen. Je moet dit doen, je moet dat doen. En waarom doe je niet dit of waarom doe je niet mee met dat? Maar daarna werd er gewerkt over dat er überhaupt over je gepraat wordt. Als jij gezondheidsproblemen hebt, als je vitaliteitsproblemen hebt, als je misschien burn-out hebt of overspannen bent, dan wordt er over je gepraat. Dan wordt er gezegd, ja jeetje, ik kan zo weer niet, ik maak me wel zorgen, dit en dat. Of ja, ik heb al zo vaak gezegd, ze moet dit doen, bla bla bla. Weet je, al dat geklet. Nou, dat gekwetten, dat is gedaan. En ik mocht drummen. En dan ondertussen geluiden maken van dat gekwetter van de anderen. En ook al ondanks dat allerlei mensen hun meningen hebben over jou, hun oordelen hebben over jou, misschien wel roddelen over jou, in goede of negatieve zin, maakt niet uit. Hele praten over jou. Dat jij dat niet door gestoord wordt en dat je ongestoord toch weer bij jezelf kan blijven in die liefde, in de kracht. Dus het was echt opnieuw loskoppelen van anderen, echt bij jezelf blijven, bij je kern blijven en gaan voor wat jij voelt dat nodig is voor jouw pad van herstel. En dus minder vatbaar worden. Daar ging dus het deel met het drummen om. Nou, als het je lukt om beter bij jezelf te willen blijven, ja, dan is het ook belangrijk dat je door blijft gaan. Maar natuurlijk wel weer binnen je grenzen, binnen jouw mogelijkheden. En wat dan voor sommigen van ons weer heel lastig is, is om je neer te leggen bij het tempo van jouw herstel. De tempo waarin het proces zich verloopt, waarop jij meer vitaliteit of meer gezondheid kan bereiken. Ook dat is vaak een hele heftige blokkade, waardoor je eigenlijk je groei niet voldoende erkent. En waardoor je eigenlijk ook jezelf alweer tegenhoudt en afremt. Omdat je keer op keer weer zit in die frustratie dat het niet gaat in het tempo dat je wil. En die successen dus eigenlijk weer ondermijnt die je toch bereikt. Want als het gestaag vooruit gaat, dan ga je vooruit. En dat succes mag je vieren. Dus als je verbetering ziet, dus die druk over tijd, dat het misschien meer tijd kost dan dat jou het lief is, ook daar is aan gewerkt. En dat je daar meer bij kan neerleggen, dat het gaat zoals het gaat. En dat je gewoon dankbaar bent dat het universum de wijsheid heeft om jouw herstelproces te laten lopen in het tempo dat past bij jouw situatie. Bij wie jij bent en bij wat jij nodig hebt voor jouw herstel. En dat is het sleutelwoord in deze hele healing. Je mag gaan voor jouw pad van herstel. Je mag gaan voor jouw weg naar vitaliteit. Richt je daarin op jezelf, op wat jij nodig hebt, wat jij voelt dat voor jou meetelt, wat belangrijk is. En laat de rest lekker langs je heen gaan. Dat doet er niet toe. Dat mag allemaal om je heen afketsen. Jij kan jouw weg van healing gaan. En dat is wat er hier is gebeurd in deze healingcirkel. Nadat de healing was afgelopen, moest ik ook tijd geven om de healing in te laten dalen voordat ik dit verslag mocht opnemen. Dus na de opname van dit verslag ga ik de cirkel afsluiten. Ga ik de healing afsluiten en krijg je het verslag per mail. In een afzonderlijke mail krijg jij jouw 20% kortingscode, zodat je met meer gemak weer je volgende healing kan doen. Ik vind het zo belangrijk om jouw inzet voor jezelf te belonen en te stimuleren dat je meer kan doen met jezelf te middelen. En kan blijven gaan voor jouw pad van groei en die dingen kan kiezen waar je voor wat je nodig hebt. Deze healing over blokkades, gezondheid gaat terugkomen en dat zal in 2020 zijn. En ik zal morgen ook de nieuwe datum bekend gaan maken. En omdat healing gebeurt in die fases wat je nodig hebt, raad ik je ook aan om bepaalde healingen, bepaalde thema's meermalen te gaan doen. Want iedere keer
wordt er weer van alles een andere invalshoek gewerkt aan jou, jouw welzijn en jouw pad van groei. Mocht je nog vragen hebben, neem dan alsjeblieft contact met me op. En anders graag tot de volgende keer. Dank je wel.